Waarom ben je gelukkiger op het platteland dan in de stad? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank jullie wel. Amsterdammers en Rotterdammers zijn gemiddeld genomen minder gelukkig dan inwoners van Tjitschekstradil, Hellendoorn en de Hunsen. Dat roept nou natuurlijk de vraag op: is het dan zo goed vertoeven op het platteland? En heel veel Nederlanders denken van niet, want het platteland trekt leeg. We zien een tendens dat het platteland in Nederland een krimpregio is. Wanneer we kijken naar de historische cijfers, zien we dat in 1950 ongeveer 56% van de Nederlanders in de stad woonden. In 2000 was dit percentage al gestegen tot ongeveer 77%. En wanneer we de prognoses mogen geloven van UNICEF. leven in 2050 92% van de Nederlandse bevolking in de stad. Dat is ongelooflijk veel. En toegegeven, de stad heeft ook iets aantrekkelijks. De stad biedt veel voorzieningen, de stad biedt vertier. Jullie. We wonen hier vanavond allemaal een lezing bij, en morgen kunnen jullie weer naar dezelfde plaats toe en gezellig een dansje in de nachtclub doen. En dat is wat een stad wel biedt en het platteland niet biedt. Maar de stad wordt ook steeds voller en voller en drukker. En het wordt steeds lastiger om een betaalbare woning in de stad te vinden. En dat kan het geluk in steden ook heel erg drukken. Ikzelf ben een paar maanden geleden verhuisd van Rotterdam naar Enes. Je moet je misschien ook denken: van. <laughs> ja, word je daar gelukkiger van? En moeten we misschien massaal ja, verhuizen van, het, van de stad naar het platteland? En nu kan ik al een beetje stiekem verklappen: ik ben niet per se verhuisd omdat mijn onderzoek uitwees dat ik daar gelukkiger van zou worden. Want het, ja, het verband tussen geluk en woonplek ligt iets genuanceerder. En daar wil ik met jullie vanavond naar kijken. Waarom zijn we op het platteland iets gelukkiger dan in de stad? En ja, daarmee wil ik jullie ook meenemen in de wonderen. Wereld van het geluksonderzoek dat we uitvoeren aan ons instituut, de Erasmus Happiness Economics Research Organization. En dat is ook onderzoek dat we uitvoeren om mensen te informeren over wat hen gelukkig maakt en zodoende ook bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Maar voordat ik op de hoofdvraag van vanavond ingaan, wil ik eerst even met, met jullie stilstaan wat geluk precies is. En hoe je dat kan meten. Want het is best een lastig concept en het wordt in de maatschappij op verschillende manieren gebruikt. Je komt het op veel plekken op een andere manier tegen. Wanneer we naar geluk kijken, en dan naar geluk in de breedste zin van het woord, ja, is geluk gerelateerd aan kwaliteit van leven. Maar er zijn heel veel verschillende kwaliteiten van leven. En wanneer we het over kwaliteit van leven hebben. is het niet altijd duidelijk om wat voor soort kwaliteit het gaat. Nou, als mens hebben we eigenlijk daar twee verschillende mogelijkheden toe. Aan de ene kant kunnen we ons goed voelen of niet goed voelen. Dat kenmerk delen we overigens ook met hogere orde dieren. Ook apen kunnen zich goed voelen en niet goed voelen. Hondjes en katten ook, zelfs dolfijnen. Maar als mens hebben we toch de unieke eigenschap dat we ook kunnen terugblikken. Dus we kunnen kijken hoe we ons nu voelen, maar we kunnen dat vergelijken met hoe we ons vorige maand voelden of een jaar geleden. En zo een totaal oordeel over ons geluksgevoel opmaken. Dit noemen we het stemmingsniveau, oftewel de emotionele component. Van geluk. Aan de andere kant hebben mensen ook een andere unieke eigenschap, in de zin dat ze hun huidige leven kunnen vergelijken met het meest ideale leven dat ze voor ogen hebben. En wellicht ook het slechts mogelijke leven dat ze zichzelf kunnen indenken. We noemen dit de cognitieve component van geluk, waarbij we kijken naar het waargenomen verschil tussen ideaal en werkelijkheid. En gezamenlijk maken de emotionele component en de cognitieve component het totale geluksoordeel van iemand op. Maar hoe kunnen we nou geluk meten in de wetenschap? Het lastige van iets als geluk is dat het subjectief is. En dat betekent dat het voor verschillende dingen, verschillende mensen gelukkig maakt. En daarom is het begrip of het concept... Heel moeilijk objectief waarneembaar. En in de gelukswetenschap is dan ook de huidige opvatting. dat je geluk het beste kan meten. door het gewoonweg aan mensen te vragen hoe gelukkig ze zijn. Dus zichzelf een rapportcijfer voor hun geluk te geven. Nou, deze vragen worden in veel enquêtes vandaag de dag gesteld. Een Voorbeeldvragen hier zijn bijvoorbeeld. Ja, alles bij elkaar genomen, hoe tevreden ben je met je leven als geheel? Of bijvoorbeeld, alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig voel je je? En dat wordt vaak dan geschaald op een schaal van 0 tot 10. 0 betekent dan dat je zeer ongelukkig bent. En 10 betekent dat je zeer gelukkig bent. Hoe scoren we in Nederland eigenlijk dan op geluk? Als we kijken van wat voor rapportcijfers. ...Nederlanders hun geluk geven en zien we dat we als land eigenlijk best gelukkig zijn. Zo'n 70% van de Nederlanders geeft zijn of haar geluk een 7 of een 8 op een schaal van 0 tot 10. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen in Nederland die dolgelukkig zijn. Zij scoren een 9 of een 10 op de geluksschaal, maar wat we tegelijkertijd ook zien is dat er ook nog best wel wat ongelukkige Nederlanders zijn. Zij scoren een zes of lager op geluk en dat is ongeveer 1 op de acht Nederlanders. En dan spreken we toch wel over ruim één miljoen volwassen landgenoten. Nederland is wel één van de gelukkigste landen ter wereld. En wanneer we bijvoorbeeld naar een land als Zimbabwe kijken, dan zien we dat men daar echt significant ongelukkiger is. Daar worden heel veel drieën, vieren en vijven op geluk gescoord. En natuurlijk zijn er ook achtsen, 98 en tienen. We kunnen allemaal een beetje wel indenken wie dat zijn. Maar over het algemeen scoort Zimbabwe zeer laag op geluk. Naast een algemeen beeld van geluk kunnen we ook verder inzoomen op verschillen tussen stad en platteland binnenlanden. En dan zien we juist dat in derde wereldlanden men juist in de stad gelukkiger is dan op het platteland. In de grafiek zie je eigenlijk het verschil tussen platteland en geluk. Dus bijvoorbeeld in India en Mali scoort men anderhalf tot twee punten hoger in de stad... op de 0 tot 10 geluksschaal dan mensen op het platteland. En dat is ook heel erg logisch verklaarbaar, want in de stad... Heeft men in derde wereldlanden betere economische mogelijkheden en beter toegang tot voorzieningen, bijvoorbeeld medische voorzieningen en onderwijs? In westerse landen, daarentegen, zie je juist in veel landen dat men in, op het platteland gelukkiger is dan in de stad. En dat is ook in Nederland het geval. Wanneer we naar de situatie in Nederland kijken. Zien we dat in steden als Amsterdam en Rotterdam eh, ongeveer iets meer dan 80% van de inwoners eh, gelukkig is, terwijl in plattelandsdorpen of gemeenten als Hellendoorn en eh, aen hunzen meer dan 90% van de bevolking zichzelf als gelukkig beschouwt. Dan nou kan je je afvragen, zijn dit grote verschillen? Het is maar 10 procentpunt. Aan de ene kant kan je zeggen van... ja, Amsterdam is niet het Zimbabwe van Nederland. Eh, er zijn nog best wel wat mensen eh, gelukkig. Maar aan de andere kant eh, is het wel zo dat... waar in Amsterdam en Rotterdam eh, ongeveer tussen de 15, 16 procent van de mensen ongelukkig is... is dat in de plattelandsdorpen eh, maar 8 procent. En dan is natuurlijk de vraag... Hoe komt dat? En dan zijn daar een tweetal verklaringen voor vanuit de gelukswetenschap. In de eerste plaats kan het gewoon zo zijn dat het platteland veel betere leefomstandigheden heeft dan de stad. Ja, toegegeven, de stad heeft wel een aantal geluksvoordelen. Zo weten we dat in steden het cultuuraanbod stukken beter is dan op het platteland. Ze hebben ook betere winkelvoorzieningen, je hebt er meer goede restaurants en je hebt er ook een beter aanbod van sociale huurwoningen. Maar aan de andere kant zijn er ook in de stad een aantal geluksnadelen. Zo is de stad meer vervuild. Het wordt gezien als minder veilig. Mensen voelen zich er minder veilig. Er is meer criminaliteit en er is minder natuur. En dit drukt het geluk in de stad. En het is natuurlijk zo dat ook wanneer er een verhuisbeslissing gemaakt wordt, deze elementen misschien wat minder snel worden meegenomen dan de positieve elementen van de stad. Maar dat neemt niet weg wanneer je uiteindelijk in de stad woont, dit het geluk. Wel kan drukken. En we zien ook wanneer uit onze analyses dat die geluksnadelen in ieder geval voor een hetzij een klein deel de verschillen in geluk tussen stad en platteland in Nederland verklaren. Maar er is nog een veel belangrijkere verklaring. En dat heeft te maken met selectie. Het kan zo zijn dat er een selectie van ongelukkige mensen in steden is. En wanneer we ook naar statistieken kijken, zien we ook dat in steden relatief meer werklozen, mensen met een laag inkomen, immigranten en alleenstaande huisvesten. En deze groepen scoren allemaal een half tot één punt lager op de geluksschaal. En het heeft natuurlijk helemaal niks met hun woonlocatie te maken ja, dat ze ongelukkiger zijn. Het is in die zin zo dat de bevolkingssamenstelling in steden anders is dan op het platteland, wat ook voor een deel het geluksverschil tussen stad en het platteland verklaart. En dit zien we ook heel goed terug wanneer we kijken naar onderzoek over verhuizingen en hoe verhuizingen het geluk van mensen beïnvloeden. We hebben dit onderzoek gedaan voor Engeland, waarbij we hebben gekeken naar een geluksschaal van. Of, geluk is hier gemeten op een schaal van 1 tot 7. Die, dat ziet u op de verticale as. En op de horizontale as ziet u aan de linkerkant de periode voor de verhuizing. Het is hier belangrijk om te vermelden dat we mensen over tijd volgen in dit onderzoek. En aan de rechterkant ziet u de periode na de verhuizing. Nou, wat valt nou op in deze grafiek? In de eerste plaats zien we dat de verhuizing eigenlijk weinig tot, tot geen effect heeft op het geluksgevoel van deze groepen. Dus voor mensen die van het platteland naar de stad verhuizen, zien we eigenlijk niet dat deze verhuizing ook leidt tot een geluksdaling. Dat ziet u hier in de blauwe lijn onderin. Wat we ook niet zien is voor mensen die in de omgekeerde richting gaan, dat is de oranje lijn, dat, he, dat een, een, de, de, dus eigenlijk he, van de trek van de stad naar het platteland een gelukswinst he, oplevert. Wat wel interessant is, is het verschil tussen beide groepen. He, dus de groepen dus, he, van mensen die van stad naar platteland gaan versus de groep die van platteland naar stad gaan. We zien namelijk dat de groep die van stad naar platteland gaat, significant veel gelukkiger is. En dat kunnen we vooral verklaren door de samenstelling van de groepen, in de zin dat in de groep die van het platteland naar de stad gaat, zitten relatief veel werklozen en mensen met een laag inkomen en alleenstaanden. En deze mensen proberen misschien juist een beter leven te vinden in de stad. En dit is iets wat we selectie noemen. In de afgelopen 15 minuten heb ik jullie verteld of waarom we gelukkiger zijn op het platteland dan in de stad. Het heeft voor een klein deel te maken met de geluksnadelen van de stad, zoals vervuiling en criminaliteit, maar we kunnen het voor een groot deel verklaren aan de hand van verschillende bevolkingssamenstelling van stad en platteland. Maar het is niet het enige waar we naar kunnen kijken. Het gaat er misschien niet om van waar we over het algemeen gelukkiger zijn, maar misschien wel over van wie is gelukkig waar? Het is namelijk wel zo dat sommige groepen in de samenleving profiteren van een trek van het platteland naar de stad. Dat zijn alleenstaanden en jongeren. Terwijl anderen juist gelukkiger worden van een trek van de stad naar het platteland. Dat zijn vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid. En zulk wat meer gedetailleerd onderzoek is ook noodzakelijk om beter advies te geven aan mensen. Want uiteindelijk wil je weten wie is gelukkig waar. En dat is ook hetgeen wat we gaan doen in. Toekomstig onderzoek. Dus het gaat uiteindelijk niet per se om de vraag: uh, is men gelukkiger op het platteland dan op de stad? Maar vooral over de vraag: wie is gelukkiger op het platteland en wie is gelukkiger in de stad? Ik dank jullie wel.